We zijn weer bijeen om te praten over hoe het gaat met de universiteit in de coronacrisis. Er gebeurt inmiddels ontzettend veel op andere vlakken in het land en wereldwijd. Daar gaan we het nu toch even niet over hebben, want dit is ook de week, Geert, waarin het college van bestuur heeft besloten hoe verder te gaan en hoe stap voor stap weer te beginnen met onderwijs en onderzoek. Vanaf deze zomer. Was dat een ingewikkelde puzzel voor jullie om te leggen, Geert? In de logistieke puzzel zijn wij uitgekomen. We geven dat mee aan de directeur bedrijfsvoering aan de campussen. Want vervolgens moet de puzzel ook binnen de campussen gelegd worden. Dus wat we gedaan hebben, is de capaciteit per gebouw doorgerekend. Algemene richtlijnen gemaakt. Hoe gaan we om met de OV-sloten? Medewerkers willen natuurlijk ook weer naar de gebouwen toe om veelerlei redenen. En vervolgens moet die set nader ingekleurd worden, om het zo te noemen, door de faculteiten, eenheden en diensten zelf. Ja. Dus het is een gelaagd proces. Mij viel op dat jullie ook nog wel even herhalen wat eigenlijk al bekend was, namelijk vanaf 15 juni. Is er ruimte voor kleinschalig onderwijs en onderzoek. Het thuiswerken voor medewerkers blijft in principe de norm. Er zit een maar bij. Maar ook er komen... Ook daar gaan we meer ruimte voor creëren. Ja. Want thuiswerken blijft wel de norm, thuiswerken. Maar ook voor medewerkers geldt dat er dus ook weer gelegenheid wordt geboden om kleinschalig, weet je, daar blijft, kunnen we niks aan doen, vergaderruimte te reserveren. En wij kunnen pak een beetje 20% van onze gebouwencapaciteit mogen we gebruiken voor onderwijs binnen die sloten. Maar dat betekent dat ook medewerkers weer naar de campus kunnen komen als dat nodig is voor hun werk. Ja. Dan 1 juli, dat vond ik wel opmerkelijk, want daar staat, voor zover ik het nu kon zien, dat dan alle gebouwen weer open gaan. Ja. Ja. Daar zitten er ongetwijfeld ook heel veel mitsen en maren bij. We hebben nu een beperkt aantal gebouwen opengelaten, voor belang voor medewerkers en voor kwetsbare studenten, of zonder wifi of wat dan ook. Mm-hmm. Maar ook een gebouw als, bijvoorbeeld het Maagdenhuis, waar toch een groot deel van de staf zit, dat is maanden gesloten geweest. Ook dat zetten we 1 juli weer open. En ook daarvoor gelden bij dat gebouw wordt een protocol ingericht wie wanneer tegelijk aanwezig kan zijn. Ja. Dus letterlijk althans alle gebouwen. Dus ook voor studenten om daar hun studieplekken op te zoeken, zeg jij? Ja, maar binnen de grenzen dat wij maar 20% van elk gebouw kunnen gebruiken. Grosso modo. Dus dat betekent dat ook de studiezalen nu zijn ingericht op 1,5 meter afstand. Ja. Maar daar kunnen de studieplekken inderdaad ook weer gereserveerd worden. En meer dan nu alleen in uiterste noodzaak. Maar de baseline blijft, als je thuis kan blijven voor een aantal dagen of wat dan ook, doe dat. Want anders kunnen we het niet handelen. Want het is natuurlijk knaprottig als je uit welke hoek van het land of in Amsterdam komt en je staat daar met je pakje boterhammen, wat jij zegt, en de beveiliger zegt, sorry, het is vol. Nou, dan baal je natuurlijk als een stekker. Dus er komt ook een aanmeldsysteem. Dan is er ook nog, er zijn er een paar maatregelen, ik noem het maar even na de zomer, in het nieuwe, vooruitlopend op het nieuwe collegejaar. Vanaf 24 augustus zag ik, gaan jullie enkele ruimtes beschikbaar stellen voor activiteiten rond de introductie. Dat roept dan meteen de vraag op, waar zou dat om kunnen gaan? En lukt dat niet helemaal online? Is dat de reden? Ja, de reden is natuurlijk bovenal dat alleen een online introductie studenten veel te weinig gelegenheid geeft om een start te maken, om je te wortelen binnen de UvA en je medestudenten. Dus wat wij fysiek, offline, on-campus kunnen doen, heel erg belangrijk. Je vervangt, hoe hard en creatief ze nu al bezig zijn, je vervangt natuurlijk een introductie niet online. Gaat niet. Nog eind die maand gaat de UvA de openingstijden verruimen. Zowel door de week als in het weekend. In het weekend begrijp ik alleen voor de onderzoeken
namelijk openstelling van 9 uur 's ochtends tot 6 uur 's middags en door de week van 7:30 tot 10 uur 's avonds. Daarmee loop je eigenlijk vooruit op dat het OV en de overheid toestaan dat die tijdslots worden losgelaten. Nou ja en nee, je mag hem niet voor onderwijsactiviteiten gebruiken als de tijdslot niet losgelaten zouden worden. Voor onderzoek gelden die tijdslots niet, voor medewerkers gelden die tijdslots niet. En voor onderwijs, ik gaf het de vorige keer aan, wij zijn niet content over die slots. We vinden ook dat de rationaliteit daarvan ontbreekt. En niet iedereen komt met het openbaar vervoer. Je moet er toch niet aan denken dat om tussen 10 en 11 alle HVA, VU en UvA studenten allemaal tegelijk het Amstelstation uitrennen. Dus in die zin is het ook gewoon niet verstandig. Ja. Dus wat wij doen is heel strak. En heel coöperatief hoor, in gesprek nu met de gemeente, met de vervoersregio, met de veiligheidsregio, om te kijken hoe je die blokken zou kunnen voorkomen en meer dakpansgewijs zou kunnen werken met inachtneming van die 20%. Ja, als jij het hebt over dakpansgewijs, neem ik aan dat je bedoelt dat je per instelling een iets andere tijdszone of tijdstip gebruikt? Maar we pakken hem nu anders aan. Jan Linsen bij ons zit midden in dat overleg. En er is eigenlijk door de drie instellingen aangegeven dat je het niet zozeer tussen de instellingen zou moeten ordenen. Mm. Ook met het oog natuurlijk op onze gebouwenproblematiek zelf. Maar dat je het beter intern kan regelen. Dus al onze colleges en werkgroepen hoeven niet allemaal om 9 uur te beginnen. Hmm. Want dan heb je de flessenhals bij de liften, bij de trappen, bij de ingangen enzovoort. Dus je kan ook veel gedifferentieerder denken per campus, per gebouw. Clubje om 8:30, clubje om 9 uur, clubje om 9:30, clubje om 10 uur. Dan spreid je in ieder geval de vervoersbewegingen naar en in onze panden. Mag ik er nog één ding aan toevoegen, Altan? Alle opleidingen zijn natuurlijk heel hard bezig om na te denken over hun onderwijs. En de kunst bestaat eruit om over opleidingen of specifieke werkgroepen en modules heen te bedenken. Wat vinden wij nou de cruciale bouwstenen? Mm-hmm. En dat is heel ingewikkeld en vraagt ook vanuit het perspectief van studenten onderling om een enorme solidariteit. Nou, ik hoop dat we dat met elkaar kunnen opbrengen.